Ja, wij spelen cello. Ja, wij spelen in het grote orkest. Je zegt we moeten spelen? Nee, we willen graag meespelen in dit concert. Op deze zaterdag in de Cello Biennale is er volop ruimte voor de jongste generatie cellisten. Er is een heel kinderprogramma met bijvoorbeeld de voorstelling Familie Vermicelli. Ik tel af. Uno, due, nee! Wat is eigenlijk de belangrijkste boodschap die jullie mee willen geven in deze voorstelling? Eigenlijk dat alle emoties, dat die er allemaal mogen zijn. Dus je boos voelen, je verdrietig voelen, je blij voelen. En dat je vooral niet moet inhouden en gewoon lekker jezelf mag zijn. Ik vond het best leuk, maar ik vond het soms ook spannend. Steeds dat die mensen boos werden. Ik vond het wel leuk, omdat er heel veel liedjes waren. En omdat ze de gevoelens zeiden en dat het niet alleen maar één gevoel was. Ja, precies. Het ging echt om welke gevoelens je allemaal hebt, hè? Ja. Ik denk dat bij de verdriet komt er altijd een beetje geluid vanuit de zaal. En eerst dacht ik, wat is dat nou? Maar dat is toch misschien ook omdat verdriet een wat moeilijkere emotie is om te begrijpen, denk ik, als kind. Toen hoorde ik ook van mensen, ja, dan zijn ze gewoon echt aan het praten of even aan het fluisteren met hun ouders van, wat is dat? Is ze nou echt verdrietig? En is ze nou echt aan het huilen? Ja, dus dat was je echt aan het huilen eigenlijk? Nou, een beetje. Ja, dacht ik van wel. Ja. Je kunt hier vandaag je eigen cello bouwen. En er is de peutervoorstelling Het Lied van de Boom. Eigenlijk probeer ik een cello te maken. Maar ja, het moet een beetje uit elkaar hier. En dat gaat dus niet zomaar. Ik ben hier nog nooit geweest, dus ik ben voor mijn eerste keer geweest. En wat heb je allemaal gezien dan? Wat heb je al getekend? Kun je eens vertellen? Nou, ik dacht ik maak er gewoon trommels en hier zo cello. En wij zijn dus in de trein gekomen. Heb jij al cello gehoord? Ik heb het vaker gehoord omdat mijn oma een cello heeft. Bijna elke boom is ouder dan je ooit bouwt. En zoals elk jaar zijn er ook allemaal jonge cellisten op het podium. Wat ga je zo meteen doen? Ja, ik ga in het hele cello-orkest spelen. Ik heb vorig jaar ook al meegedaan en ik vond het echt heel leuk. En ik doe dit jaar dus ook mee. Wat maakt spelen in het Hello Cello Orkest leuk? Vooral dat je in het muziekgebouw aan het eind mag spelen, vind ik heel gaaf. Ik denk ook dat omdat je in zo'n grote zaal speelt en er best wel veel druk op je zit, dat je ook extra gaat oefenen om beter te worden. Heb je er hard voor geoefend? Ja. Je hoeft je echt niet te verschuilen. Het maar op gevoel staat geen. Wat merkte je zo aan de reacties? Ik had het idee dat de flow daar in de zaal heel goed was en dat ze precies snapte waar het over ging. Ik had gezien dat er een meisje was die heel anders was. Dat er een kindje was dat er helemaal niet bij hoorde. En dat niet zo tv kijken hield en andere dingen heel leuk vond. Heb je instrumenten gezien? Ja, de piano of elektrische piano. Ik weet niet wat het is, de drumstel, de trommel. Ik heb ook een gitaar en een drum en een piano gezien, maar ik weet niet meer hoe dat andere heette. Dat is een cello. Oh ja.